Het is maandag en de eerste werkdag zonder koffie of thee of cola zit weer op. Ik hoop dat je het hebt gehaald. En ook op kantoor brengen we de actie onder de aandacht en dat zie je in deze video. Klopt, Aniek. We staan nu in ons kantoor en hier voor het scorebord van de Dorcas Water Challenge. Je ziet het, heel veel posters. Dan denk je, nou, wat betekent dat nou? Nou, er staat een teamnaam onder, bijvoorbeeld IT, dat zijn alle computertechnici hier. En die moeten ook water drinken, dus voor elk kopje de koffie wat ze laten staan. Kijk, het is heel rustig bij de koffiezetautomaat, en dat is natuurlijk helemaal de bedoeling. Ik heb net een dopper leeg gedronken en dan crash je dus gewoon. Waar staan wij? Kijk, wij staan hier. We hebben een eigenlijk coole afkorting. En dan crash je dus gewoon zo'n bekertje af. En het team, wat in totaal het meeste water heeft gedronken, die krijgt een verrassing. En dat is heel leuk, dat houden we even geheim. En vanochtend hebben we ook nog aandacht aan de challenge besteed. Als jij heel lang als teammember zo kon staan, dus het teamlid wat zo langs kon staan van elk team, die kreeg vijf waterdruppeltjes. Dus zo besteden we hier in Almere bij Dorcas er ook aandacht aan. Maar genoeg te melden over actie Waterkracht, terug naar jou. En om even op te frissen waarom we deze actie ook weer houden, vertelt Tom in deze korte video even wat voor verandering Dorcas kan brengen in het leven van leerlingen op een school in Ethiopië. We staan hier in een community in het zuiden van Ethiopië. Hier achter mij zie je wat ooit de latrine is geweest. Maar dat is nu niet meer nodig, want we hebben twee nieuwe latrines kunnen bouwen. Met Dorcas Ethiopië. En dat is voor jongens en voor meisjes. Door Actie Waterkracht kunnen we meer van dit soort latrines bouwen. Dus doe mee en geef voor Actie Waterkracht. Jij kan ons bijdragen aan deze nieuwe latrines en nieuw schoon drinkwater voor mensen door mee te doen aan deze actie. Nou, dat was het weer voor vandaag. Morgen is er weer een nieuwe waterupdate, dus ik zie je dan. Doei!